De Buren heeft samen met Fons Pascal de Croo een bijdrage willen leveren aan de journalistiek die vandaag moeilijk is, want niet snel verkoopbaar, niet licht verteerbaar, niet kort en krachtig. De rustige, stille ondervraging van Anne de Kramer, die is parallel gelopen met de avontuurlijke nieuwsgierigheid van Pieter-Jan de Pu. En ik denk dat deze combinatie, dat een leuke was. سر اومد زمستون شکفت بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. Een goede avond, salam. Het lied heet سر اومد زمستون en سر اومد زمستون betekent de winter is ten einde. En het is een lied dat gaat over de winter die dus ten einde is en over het begin van de lente. En dit lied was vroeger tijdens de revolutie tegen de Shah was een lied van een marxistische beweging. Maar de geschiedenis kan heel snel veranderen en tijdens de campagne in 2009 was het lied van Mousavi. En na de fraude bij de presidentsverkiezingen is het eigenlijk een verzetslied van de hele Iraanse bevolking geworden, van hardcore atheïsten tot vrome moslims. Dus daarom wil ik u dit lied laten horen. Toen ik mensen interviewde en ik had het over de islam, zeiden ze heel vaak, de overgrote meerderheid van de gesprekken zeiden mensen, vergeet de islam, Iran is niet islamitisch. Onze echte identiteit is Zarathustra, het geloof dat heerst in Iran voor de komst van de islam. En onze echte identiteit is niet de teksten van de Koran, maar poëzie. En onze echte koning is niet Khomeini, maar is Cyrus de Grote, de stichter van het Perzische Rijk. Wat dat betreft vind ik overigens ook de foto op de cover zeer goed gekozen, Pieter-Jan. Wat staat er precies op? Op de achtergrond zie je het graf van Cyrus de Grote. En vooraan zit een bewaker van het regime, zeg maar. En die man zit daar dag in dag uit onder een versleten parasol. En die bewaakt het graf. Het is een heel contradictorisch beeld eigenlijk. Ja, een beetje het verval ook. Die man die daar moet zitten, maar eigenlijk ook het onkruid dat hem omringt en zo. En de versleten paraplu. Het is een heel, heel contradictorisch beeld, denk ik. Ja, de voorbije maanden hebben we in toenemende mate eigenlijk een golf van kritiek gekregen op het gebrek aan diepgang, de oppervlakkigheid, ja. Triomferen in de media. Ja, dat is iets wat wij al 10 jaar zijn. En het Fonds Pascal de Croo is eigenlijk het bestaan van het fonds is eigenlijk al een vorm van kritiek. Ik zet op een stoel van Maarten van Severen, zijn vader, Dan van Severen, zei alles ontstaat vanuit een tekort. En ik denk dat dit Fonds Pascal de Croo niet alleen is ontstaan omdat een Vlaams journalist is verongelukt in Brussel, Pascal de Croo en zijn familie en vrienden die hebben opgezet, maar het was ook vanuit de echte behoefte, vandaar dat het nog altijd bestaan. En 10 jaar geleden was er ook al een groot debat over de kwaliteit van de media en eigenlijk hebben we de laatste 10 jaar niks anders meer gehoord. Het is alleen maar versneld en versterkt, meer mensen zien het alsmaar meer in dat bepaalde elementen binnen de commercialiseerde media niet aan bod kunnen komen omdat alles een prijs heeft. Mevrouw de minister, u heeft de toelage voor het Fonds Pascal de Croo opgetrokken. Dat lijkt me geïnspireerd door ja, toch eigenlijk wel een soort van bezorgdheid over hoe het met het Vlaamse rechtslandschap gestaan en gelegen is. Wel, ik denk op de eerste plaats dat we inderdaad de voorbije maanden een debat hebben over hoe het medialandschap verder evolueert. En ik vind het eigenlijk wel goed. Ik ga ervan uit dat er, zolang we in een democratie leven, dat er eigenlijk altijd permanent een debat moet zijn over de politiek, maar ook over de media, omdat de media een belangrijke rol speelt in ons maatschappijmodel. Sommige dingen die wij hier misschien verwerpelijk vinden, zijn wel dingen die de mensen kopen en die de mensen graag lezen. Je ziet ook dat de oplages van bepaalde kranten stijgen. Langs de andere zijde
is het ook de vraag van welke waarden willen we hanteren in de journalistiek, de deontologische waarden, van woord, wederwoord, van het checken van de bronnen, van de onafhankelijkheid van de journalist, maar ook waarden die te maken hebben met welke maatschappijvisie en hoe gaan we uiteindelijk ook nog de democratie een stukje ondersteunen. En dat is een permanente oefening, waarvan ik denk dat we met heel veel mensen, zowel in de media, maar ook de gebruikers van de media, de sociologen, de cultuurfilosofen onder ons, dat debat echt verder moeten gaan voeren, want we hebben daar echt nodig aan. We zijn zoekende, denk ik, daarin. En we moeten daar verder proberen toch te detecteren wat wij als maatschappij belangrijk vinden. Mag ik u vragen om de eerste twee exemplaren van dit boek aan Anne en Pieter-Jan te overhandigen als een symbool van onze waardering voor het werk dat ze gepresteerd hebben? سر اومد زمستون شکفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون کوها لاله زار